Goedemorgen. Hier zijn ze dan. Zijn dit dan prijswinnende worstenbroodjes? Wat denk je? Dat hangt van de jury af. Voor mij zou het wel doen. Dan. Jos Heerkens uit Berlikum won al 2 keer eerder in de categorie thuisbakkers. Maar het went niet. Het is gewoon toch spannend om mee te doen. Dus je wilt zo goed mogelijk product neerzetten. Want uiteindelijk wil je toch wel heel graag winnen. Zeker als je al een paar keer meegedaan hebt. En de streef is toch 3 keer. Nou, daar dromen alle deelnemers wel van. Tientallen VMBO- en MBO-leerlingen en thuisbakkers doen vandaag een gooi naar de titel. Ook Stijn van Dongen uit Wagenberg won al 2 keer eerder, maar dan in de categorie MBO. Ja, dus het laatste jaar dat ik mee kan doen. En dan is mijn laatste jaar op school. En dan ga ik werken thuis. En dan kan ik niet meer meedoen. Het is niet zo moeilijk wat jij voor vak gaat doen natuurlijk, hè? Nee, ik wil bakken, ja. In de bakkerij van de school werd door leerlingen nog flink gebakken. En ja, welke kies je dan uit voor de jury? Die vind ik wel heel mooi gelukt. Ze zijn mooi rond. Ja, die vind ik ook heel mooi. Ja. Is het voor het eerst dat je meedoet? Ja. Ja. Ik vond het wel heel spannend toen ik begon, hoor. Dus, waarom? Het is gewoon, je bent wel bezig met een wedstrijd en je moet wel alles goed doen en niet alles gaat altijd goed. Maar ja, uiteindelijk het eindresultaat? Ja, ik ben heel trots op mezelf. Dus dit zijn ze? Dit zijn ze, ja. Ik ben tevreden. En waarom doe je mee? Ja, dat lijkt me gewoon leuk, hè. Staat altijd goed op je cv, vooral als je wint. En dan is het moment daar. Broodjes inleveren en op hoop van zegen maken.